Hey jongens, ik ben weer Dennis, aka Denske. En vandaag hebben we voor jullie een nieuwe Call of Duty Black Ops 2 gameplay. En het is vandaag een Join in Progress gameplay. Persoonlijk ben ik er nooit echt een fan van. Maar toch had ik deze gameplay gekozen om te gebruiken. Want het is dadelijk best een mooie gameplay. Gaat ook op een mooie streak. Helaas is het dus een Join in Progress. Anders was die gameplay nog veel vetter geweest. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie de gameplay leuk zullen vinden. Voor de rest wil ik het vandaag hebben over een gerucht. En persoonlijk ben ik niet echt het type persoon dat normaal gezien op geruchten ingaat. Ik geloof er niet echt in. En iedereen kan eigenlijk een gerucht verzinnen. En toch ga ik er vandaag meer op in, omdat dit gerucht, wat ik momenteel heb gehoord, dat eigenlijk heel erg aansluit op andere geruchten die we de afgelopen maanden hebben gehoord. En dit gerucht gaat over Call of Duty 2014, oftewel de nieuwe Modern Warfare 4 eigenlijk. En ik noem het toch maar even Call of Duty 2014, want er is nog niet echt een officiële naam bekend, dus we noemen het gewoon even Call of Duty 2014. In ieder geval, zoals jullie weten, eigenlijk is er al sinds 2007 een speciale deal tussen Microsoft en Activision, waardoor eigenlijk alles wat met Call of Duty te maken heeft, als het ware gesponsord wordt door Microsoft. Dus als jij bijvoorbeeld de trailer ziet van een nieuwe Call of Duty, dan staat er al gelijk aan het einde van die trailer, wordt mede mogelijk gemaakt door Xbox. Of download of koop nu voor de Xbox 360 of weet ik veel wat. Alles wat ermee te maken heeft. En laatst was toevallig een gerucht waarbij het zou zijn dat de nieuwe trailer van de nieuwe Call of Duty, dus Call of Duty 2014... dat die voor het eerst te zien zou zijn op een PlayStation event. En dit was heel raar nieuws. Iedereen dacht van, dat kan helemaal niet. Want het heeft altijd alles te maken geweest met Xbox. Het was altijd Microsoft dit, Microsoft dat. En nou ineens niet. En ja, dat was een beetje raar nieuws. Iedereen had zoiets van, neem het een kort zout. Want wie weet, het is allemaal gewoon bullshit. Maar verder is kwam er nog een gerucht bij. En dat was dat het contract van Microsoft en Activision een 7-jarig contract was. Dat was gestart in 2007. En we zijn nu in 2014, waardoor het contract eigenlijk dit jaar zou af moeten lopen met Call of Duty Ghosts. Wat zou betekenen dat ze het contract eigenlijk zouden moeten verlengen of het contract zou eindigen. En natuurlijk zou je zeggen, ze zullen het waarschijnlijk gelijk verlengen. Want het is gewoon waar vooral Xbox bekend op staat, dat ze gewoon die exclusiviteit hebben voor Call of Duty. Dus qua DLC's en al dat soort shit. En verder rest natuurlijk, Call of Duty ziet er altijd beter uit op de Xbox, omdat het altijd gemaakt is op een Xbox en vervolgens geport is naar een PlayStation. Dat is ook iets heel belangrijks om te weten. Daarom is de game gewoon altijd beter geweest op de Xbox. Maar in ieder geval, nou was er een nieuw gerucht. En dat was van een of andere rare vent. Ik ga even kijken of ik die naam precies kan uitspreken. Het is een rare naam, dus ik bedoel, what the fuck. Maar in ieder geval, zijn naam die was de Famous Mortimer of zoiets. In ieder geval, die kerel die had een bericht geplaatst waarin hij vertelde dat de nieuwe Call of Duty, dat die van main console, zeg maar, van de Xbox naar de PlayStation zou gaan. En wat dat inhoudt is dat de game wordt dan ontwikkeld zou worden op de PlayStation 4 in plaats van op een Xbox One bijvoorbeeld. En de reden daarvan zou zijn dat de PlayStation 4 krachtiger is. Want iedereen weet eigenlijk, de PlayStation 4 is als daar net ietsjes krachtiger als een Xbox One. En dan hebben we het over hardware. En de game zou dus bijvoorbeeld in 1080p kunnen spelen in plaats van op de Xbox bijvoorbeeld een 900 of 720, weet ik wel hoeveel dat was. Maar in ieder geval, dat is in principe een logische keuze. Want een ontwikkelaar eigenlijk van de game, die wil natuurlijk dat zijn game er het best mogelijk uitziet. En de beste mogelijke graphics die krijg je gewoon op een PlayStation 4. Dat is gewoon een feit op het moment. En dat zou inderdaad een logische reden zijn. Verder rest was er ook allemaal dat heel veel mensen hebben het erover dat de Xbox op het moment heel erg achteruit gaat. En dat heel veel mensen overstappen van de Xbox naar de PlayStation en al dat soort dingen. En ik weet niet of dat echt waar is, dat het echt het geval is. Maar er zijn inderdaad wel wat problemen. Want heel veel mensen die gaan de laatste tijd allemaal weg bij Xbox als je dat allemaal een beetje volgt. Dus in principe zou dat logisch zijn. En er is op het moment gewoon meer vraag naar een PlayStation 4 als naar een Xbox. En het zou dus in principe een logische keuze zijn van Activision dat ze over zouden stappen. En dan zou je zeggen, die kerel die kan natuurlijk van alles vertellen. Maar die kerel heeft al vaker betrouwbare informatie verteld. Laatst had hij ook verteld dat Call of Duty Ghosts bijvoorbeeld op de PlayStation 4 1080p zou zijn. En op de Xbox dus niet een lage resolutie. Dat was dus ook het geval. En daarom denken heel veel mensen dat hij betrouwbaar is. En dat zou dus verschillende dingen kunnen betekenen. Dus als eerste zou je kunnen zeggen van de game wordt voortaan ontwikkeld op een PlayStation 4. Waardoor de game er uiteindelijk dus altijd net iets beter uit zou zien op een PlayStation 4. Nou, dit is niet echt een big deal. Ik bedoel, ik speel op een PlayStation 4 en de game ziet op het moment beter uit met een Xbox natuurlijk. Alleen, I don't give a fuck. Weet je wel, de game speelt ongeveer hetzelfde. Maakt me niet zoveel uit. Maar wat wel erg belangrijk is natuurlijk de DLC's. Want er is altijd die exclusieve deal geweest. En nou is de vraag,
Zullen dadelijk de DLC's eerder komen op de PlayStation 4 of juist tegelijk met de Xbox One? Wat is het geval? Of hebben ze natuurlijk dat contract te lang verlengd? Ik zou het niet weten. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd hoe dat zal aflopen. Voor de rest, de gameplay is afgelopen zoals jullie kunnen zien. Het was net geen nuclear, ik had een join in progress. Als de match dus langer had geduurd, had ik hem gehaald. Helaas is dat niet het geval geweest. Ik hoop toch dat jullie de video leuk vonden. Laat in de comments achter wat jullie denken. Zal Call of Duty een nieuwe PlayStation exclusive worden, ja of nee? Trouwens, misschien ook best wel belangrijk om te weten. De nieuwe game van Activision, genaamd Destiny, is voortaan ook een PlayStation exclusive. Dus Activision en PlayStation hebben al wat dingen afgesproken onderling. Dus op zich zou dit best wel mogelijk zijn. In ieder geval, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je de video leuk vond, laat even een like achter. De video is niet al te lang, maar toch hoop ik dat jullie het dus leuk vonden. Abonneer voor meer en tot de volgende keer weer. Houdoe.